Misschien gaan we vanmiddag wel bosbessen plukken, want die zijn al rijp, hebben we gehoord en gezien. Ik heb weer geplukt, ja. Ik was nog niet eens klaar, maar ik begon al te hozen. Ik was hier ook nog bezig. Het gaat allemaal hard hier. Dat vind ik zo leuk, hè. Die doet het zo goed. Nou, hier zie je ook tomaten. Als ik bladeren weghaal, zie je overal ineens tomaten. Dat is logisch, kijk. Daar hangen tomaten. Er zijn zat tomaten. Ze hebben zich alleen verstopt. Ja, het wordt toch langzamerhand weer een jungle. Je moet echt elke dag wat bladeren weghalen. Maar het gaat wel goed. Kijk, daar komen ze ook. Dat is een azalea. Dit zijn tomaatjes ook. Het zijn ook allemaal tomaatjes. En die gaan zelfs in die kleine bakjes waar ze in staan, gaan ze tomaten produceren. Kijk, die staan in zulke bakjes. Maar goed, ze doen het. Ze zijn leuk. Maar het is echt koud. Zo. Wat gaan we doen? We gaan bessen plukken. Jee, bosbessen. Ons voorraadje aanvullen. Ja, we hebben het gered, hè. We hebben nog best één zak, geloof ik, onaangebroken. En we hebben nu een zak die we aangebroken hebben, die we bijna op hebben. En we gaan er weer nieuw. Gaan we plukken. Vorig jaar hebben we 13 kilo geplukt. Dus dat moet genoeg zijn. Let's go. We gaan naar ons geheime plekje. Dat iedereen weet. Ja, dat iedereen weet, je. Het plekje wat iedereen kent. Maar ik film niet de hele weg, dus. Ja, een stukje, precies. Nou, we rijden het ijsdal in. In Zweden is het zo dat de overheid de bevolking stimuleert om erop uit te gaan en bessen te plukken, paddenstoelen te plukken en dergelijke. Dat staat natuurlijk lijnrecht tegenover wat men vindt in Nederland, want dan is het stropen. En dat is natuurlijk ook logisch, want de verhouding bevolking en natuur is in Nederland heel anders dan hier. Maar hier is het dus heel normaal om met emmers thuis te komen, gevulde emmers. Mensen maken ook massaal in, maken sappen, jams. Nou, onze zwarte wijnbes is sowieso al voor een deel te plukken. De aalbes, de rode aalbes komt eraan. Aardbeidjes plukken we de hele tijd al. Dat gecombineerd met bosbes is niet slecht. Ze zijn aardig bezig hier, die boom. Hier is de boel knap verstoord, maar ja, hier nog niet. Hier gaan we hem neerzetten. Kijk, een knijntje. Hij zit hier. Hij zit zich te verschuilen hier. Hopla. De
Dag schooiertje. Oh, hij is niet bang. Oké. Hallo. Hij ziet ons niet als bedreiging. Waarschijnlijk totdat we uitstappen. Nou, hij zit me aan te kijken van, hoe ben jij dan? Hallo. Mogen we je besjes plukken? God, zien jullie hem? Hem of haar? Hij blijft gewoon zitten. Het is nou een jonkie volgens mij, een haasje. Kijk wat hij doet. En daar gaat hij toch. Gewoon. Ja. Nou Geertje, ik zie er zat hier. Maar het rare is dat ze ook hele groene hebben, die bes, die struiken. Nou, gaan plukken. Nou, we zijn moe allebei. We hebben een flinke emmer. We hebben geen hert geslacht hoor. Nee, we hebben geen hert geslacht. Ik denk dat we een kilootje of 2-3 bosbessen hebben. Zo voor de eerste keer. We zijn alleen hiervoor geweest. En dat gaat helemaal omhoog daar naar achteren. Dus er is zat te plukken nog. Begin van het seizoen. Maar de eerste kilootjes zijn binnen. Dat bedoel je? En dat is belangrijk. Even schoonmaken thuis. Ja. En dan gaan ze de vriezer in. Yes. Let's go. Dag plekkie. Tot de volgende keer. Het ziet er heel fijn uit. Dit was ook bosbes, maar het is een beetje omver gehaald. Al zonde. Nou ja, er is nog genoeg over. Die zit aardig vol. Die moet alleen nog schoongemaakt en dat is schoongemaakt. Dus een kilootje of 3 denk ik. Dat is niet slecht voor de eerste keer. Het regent een beetje en de zon schijnt tegelijk. Nou, er zijn aardig wat te plukken. Ja, dat moet ik doen. Ja. Deze bessen zijn, vinden wij niet zo heel erg lekker. Maar ze zitten vol met antioxidanten, vitamines, mineralen. Dus ze zijn waardevol. Dus deze plukken wij en mengen we met andere bessen. Kersen en dergelijke. Kom je wel even helpen.
zomaar handschoen in. Wil je geen besje? Vindt die niet lekker, denk ik. Nee. Dood wel en ik ga je wachten. Best de tijd. Het is echt best wel heel vroeg nu. Maar ik klaag niet. Ik vind het alleen maar prima. Dus we gaan vandaag even wat sap maken. We hebben een heel groot deel van de winter hebben we sap kunnen drinken. Van onze eigen tuin. Sorry voor het hoesten. Ik ben er nog niet vanaf. Ik kan die struik heel goed tegen. Volgende jaar is het weer een flinke jongen. Deze heb ik vorig jaar geplant als één sprietje. Gaat het ook super goed mee. En ik ga hier de rabarber eruit trekken. Die zit alleen maar in de weg. Die wordt tonnierood. En die hele bossage erachter is aardappel. Hier, dat is borsthoog. Ik ga even de grote knipper halen. Jij mag Geertje. Wat hebben we een oogst, joh? We gaan hem met die ene emmer niet redden. Moet ik hem even pakken? Nee, ik ga hem nog niet. Dat ging niet hoor. We hebben al. €2952, bijna 3 kilo. Bijna 3 kilo. Daar zijn we er nog niet. Nee. Dit is wat er aankomt, jongens. Er komt weer een lekker buitje aan. Maar ja, we zitten te chillen. Want we hebben in de tuin gewerkt. We hebben 4,5 kilo bessen geplukt. U aankomt, dat is nog wel heftig. Kunnen jullie het zien? Dus we blijven lekker zitten. We gaan er wel horen wat er gebeurt. Het schampt ons. Dat is een beetje ten westen van ons. Dat daar is, dat is noord, daar. Het huis daar is noord en dat is west. Oeh, stuwwindje. Even mijn plantje redden, voordat hij omwaait. Dit zijn allemaal loten van de zwarte wijnbes. Zet ik wel even hier neer. Zo. Hopla. Het begint te regenen. Oh, staat dat weer open. Komt het weer in die hal, hè? Ik ren eventjes. Rennen? Rennen. Het schampt ons, maar... Nou. Zo. Het is koud. Het is gelijk koud, man. Nee. Je moet iets hard gelopen. Ja, nou... Kom maar hier, kom maar lievertje. Brr. De temperatuur is wel enorm gezakt gelijk, zeg. Brr. Onweer. Ah, het is ver weg dan. Geef ze nog een flits daar. Ik zat er met mijn rug naartoe natuurlijk. Ja, het barst daar wel los, ja. Maar gewoon een beetje gekrommelbommel. Gekrommelbommel. Er is dan niet zoveel voor.
Komt uit het westen, die zooi. De kust is hier een uurtje of drie vanaf, de westkust. De oostkust anderhalf uur. Bang, 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 bang. Dan een tak over het dak. Maar dat was de enige flits ook, denk ik. Ai. Oh. Dat was hem. Gerommel in de boemel. Hey, boemel in de gerommel. Dat was een mooie lage... Boemelum. Boemelum is die vroeger. Een boemelumt. Hé, hey, musje. Hallo, mes. Dat is een jonkie. Oh, niet voor laat. Niet voor laat. Jimmy. Oeh, nog een stilwind. Zo dan. Nou, we hebben net een onweersbui gehad. En de elektriciteit ligt eruit. Dus ik ga even naar beneden. Want het grappige is dat die het natuurlijk wel gewoon doet. Kijk, lampje. Nee. En daarom zijn we zo blij met ons systeem. Want de Ecoflow heeft de boel overgenomen. Komt 185 watt binnen. Er wordt 110 gebruikt. Je ziet het. Die doet het gewoon. En die ook. Dus de twee vriezers en de koelkast staan op de Ecoflow. En die zijn belangrijk. En de rest ligt eruit. Nou ja, dat... houdt hij wel een dagje vol. Kijk maar. Geen stroom. Het ziet er allemaal weer wat beter uit. We hebben de zwarte wijnbes heel erg gesnoeid. Nou zie je tenminste de ribes, de rode, de aalbes, zeg maar. Oh, en we hebben een vijvertje hier. Ja, daar zit hier een vijver, ja. Oh, ik heb die tak er nog in liggen. Nou ja, dat maakt ook niet uit. En hier ook. Hier kan je naar achteren kijken. Die hele bossage, dat is aardappel. En nu gaan we wat anders doen. Want de stroom ligt er wel uit. Dat maakt niet uit. We hebben namelijk dit gekocht. Dat is een... thank you. Dat is een alarmsysteem. Dus camera's met alarm... Met tweeweg communicatie mogelijk. En noem maar op. En dan gaan we ophangen. Steve heeft hetzelfde systeem. Hij is er heel tevreden mee. Dan kun je al ben je aan de andere kant van de wereld. Via internet kun je zien wat er gebeurt met je huis. En wij gaan ze ook ophangen. We gaan niet vertellen waar. Maar in ieder geval kunnen we het grootste gedeelte van ons terrein kunnen we bekijken. En filmen. Want dat is in het geheugen. Dat is ook wel heel fijn. Nou, gaan we doen. En omdat we niet laten zien waar ze komen, zullen jullie dit ook niet zien. Maar we hebben hier dus al een deurbel met camera. En nu gaan we ook twee camera's ophangen. Om de boel in de gaten te houden. Zijn ze zuur, Geer? Ja, ze zijn altijd wat zuur, deze. Klarbeer, ja. Dit blijft hangen. Het was maar goed dat mijn bekken niet gefilmd werd. Dat is erg zuur, ja. Maar ze zijn groot dit jaar, de kersen. Dus die moeten we ook inderdaad plukken. Maar ja, we hebben zoveel te doen, hè? Nou, weet ik nog wel bij langs. Ja. Right. Aan de slag. Wat we gaan doen. Ik zal het even laten zien. Is deze bak overdekken. We hebben namelijk het idee dat het zo langzaam gaat met die courgettes. Omdat het zo koud is. En vooral 's nachts is het koud. We hebben het koud in bed zelfs, zeg hier. Ja, dat klopt. Dus we gaan deze bak gaan we overdekken. We hebben nog hoepels.
deze jongens. En die hoepels die gaan we plaatsen over de rand heen. Zo ja. Ja, dat gaat wel goed. Prima. En dan doen we er plastic overheen, wat we ook gewoon weg kunnen halen, want we moeten natuurlijk water kunnen geven. Hè? Ja, precies. Dan hebben we eigenlijk gewoon uitstekende schroeven naar boven waar je ze overheen zet. Ja. Ja. Ik ga de stof halen. Yep. Mooi. Ja. Even kijken, lukt. En wat moeten we in dat water? En iets dieper. Ik heb dat. Waar doe je dat mee? Aha. Konische boor. Die zit. Kijk, wij passen ons aan de omstandigheden. De omstandigheden zijn op dit moment dat het weer gewoon koud blijft. Mooi, dat werkt. We passen ons aan de omstandigheden. Het blijft koud en dat kan best nog wel even duren. We maken van onze courgettenbak maken we een kas, een koubak. Gewoon omdat dat de planten zijn die het liefste warm hebben. En nou, helaas staan ze redelijk aan de rand, maar dat geeft niet. We zijn blij met de mogelijkheid dat we dat kunnen doen. Ja, ja, okay. Indy, ga er eens tussenuit. Ja, hij heeft het waarschijnlijk gedaan, hè? Ja.
was wat. Dat ga ik niet veel gebruiken, maar. Maar ja, goed, dan ga ik wel samen als je in Duitsland ga ik als kilo's bij die gasten. Want deze heb ik bij Hornbach vanavond. Okay. Nou, ik kan kiezen, of ga ik ze zelf weg? Hoe schop je dat? Ik ja. Ik kom meteen bij 30 graden, weet je wel. Ja, nou ja, dan is het 30 graden. Dan laat ik hem openstaan. Ik vind dat ook niet zo'n ramp. Zes planten die tot nu toe alleen maar hele kleine gele courgettes hebben gemaakt. Dat is een beetje triest. In de kast hebben we een courgetteplant. Die hebben we veel later geplant. Die komt nu al met hele mooie courgettes. Dus. Piep, even lekker vrij. Ja, mijn vinger is niet te eten, gast. Onze Henkie Hennie, die eet al het gras en de klavertjes die ik in het water gooi, met graagte op. Ze krijgt nu het opfokvoer, wat we hebben opgestuurd gekregen. Ik denk dat we er over een weekje of twee gaan uitzetten. Ze heeft nog veel dons op de rug, zoals jullie kunnen zien. Maar voor de rest zit ze helemaal in de veren. Ze is natuurlijk nog niet volwassen, maar ze vindt mijn vingers heel erg leuk. Maar om er nou nog weer te pakken voor vliegjes en zo, dat doe ik niet meer. Dat wil ik ook niet. Ze is nog steeds tam.
Maar ze is wel wat feller aan het worden naar mij ook. En dat is natuurlijk een goed teken. Ze moet niet tam zijn. Oh, moet je nou aaien? Ik zeg net dat ik je niet tam wil hebben. Die kan je toch niet aaien zo? Kan het er niet bij? Lievertje. Nee? Ze wil onder mijn vingers zitten. Ze heeft nog steeds de warmtelamp aan 's nachts, maar ze kiest zelf of ze eronder wil zitten. Het is de afgelopen nachten heel koud geweest. Dus, maar ja, ik weet niet of ze het heeft gedaan, want dat kunnen we niet controleren. Ze zit heel vaak op het steigertje in de zon lekker te slapen. Het is een mooie, mooie, mooie eend. En ik hoop dat ze mooie kindertjes gaat maken en dat we deze generatie in ieder geval niet hebben laten uitsterven. Hè, schatje? Ja, dus in plaats van Henkie heet ze nu Henny. Want dat is wel heel duidelijk een vrouwtje. Is er eentje lekker fel hier? Oké. Okay. Nou, het afdakkie. Cel. Ja. Oké. Okay. De bak is 2,20 meter en dan moeten we 2 keer naar beneden meten ook. Waarbij? 50 centimeter in de onderkant. 85. Dus dat is 1,70 meter plus 2, wat was dat? 2,20. 2,20 en 1,70 is 3,90. 4 meter dus. 4 meter knippen, ja. Misschien vraag je af wat hier gebeurt. Deze zwarte container zit vol. En we willen dit schone regenwater bij onze grote vriend hier, vriendin. Want dat hebben we even leeg gehaald. Het stonk. Het is een beetje droog water nou, hè, lieverd? Ja. Ja, je bent een mooie meid, hè? Je bent een mooie meid. Ze heeft haar hekje gesloopt. Daar zit ze tegenaan. Maar ja, ze weegt inmiddels wat. Ja, ja, ik begrijp het. Ja, je krijgt water, lieverd. Er komt water. Ja. Ja, ja, het is een beetje weg. Ja, dat is vreemd, hè? Ja. Wat zeg je ervan? Hm? Wat zeg je ervan, lieverd? Dat is niet fijn, hè? Nou, dan maar even zitten. Ja. Je krijgt zo schoon water, schatje. Ja. Nou, daarachter zie je opvokkorrels. En nog steeds havergroen, dus havervlokken met water. Vindt ze eigenlijk het lekkerste. Ja, hè? En vanochtend voor het eerst was ze me weer aan het roepen. Was ze weer aan het piepen. Het is... jammer, maar helaas. Maar ze moet toch, en dat gaan we echt proberen, om er uit te zetten bij vrienden van ons. Die een hele grote vijver hebben. Ja, een vijver. Het is eigenlijk een meertje. Dat is mijn grootste klant. En daar gaan ook hun eigen eenden. Het is omheind. We gaan er absoluut niet kort wieken. Ze mag gewoon wegvliegen als ze dat wil. Maar daar komt ze bij andere volwassen eenden terecht. Ze is nog niet volwassen natuurlijk. Ze moet eerst gewoon de slagpennen hebben. En dan kan ze kiezen wat ze wil. Of ze daar wil blijven. Oh ja, dat was een hele domme vlieg. En die was lekker. Of ze daar wil blijven of dat ze met ons meegaat. Maar dan wordt het toch wel een probleem. Want dit willen we niet blijven houden. Kijk, hij doet het. Hij doet het. Yo. Daar komt schoon water. Hallo, lieverdje.
Je hebt schoon nieuw water, lieverd. Kan je weer zien wat je zwemt? Ja. Lekker, hè? Hang van alles uit je snavel, lieverd. Ze zwemt tegen de stroom in. Lekker schoon water. Ja, lekker schoon water. Dat gaat hartstikke. Die is losgekomen. Maar verwijderd. Spijkertjes ook. Schoon water. Lekkere plantjes. We hebben het bruggetje schoon geschrapt. Is happy? Ze is happy. Ze is lekker aan het duiken. Lekker aan het wassen, alle groene frutjes aan het eten. Allemaal geluidjes die ik heb geleerd van haar. Dat betekent ik ben tevreden. Allemaal tevreden geluidjes. Piep, 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 piep. Nou, één tevreden eend. Piep, 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 piep. Mooi zo. Missie geslaagd. Nou, nog een tweede plank nodig. Aan de onderkant. Zodat het zo naar beneden blijft. En dat we het naar boven kunnen haken achter deze. Als we hem omhoog willen hebben. Wat wij van plan zijn. En we zijn altijd zoveel van plan. En onze plannen veranderen ook heel vaak. Maar dit is toch wel iets wat we al een tijdje zitten te bedenken. Is dat we over de gehele lengte van het huis en het balkon bakken willen maken. Lange bakken. Verhoogd. En dat we daar bijvoorbeeld hoepels overheen zetten. En dat die bakken naast elkaar komen met een bepaalde breedte. Waardoor de grasmaaier er nog wat tussendoor kan, dat dit verdwijnt. Maar dat we dus zo'n hele batterij pakken, maken hier. Dan hebben we veel meer ruimte. En dan hebben we alles een beetje beschermd en overzichtelijk. Dit is een kunstgreep geweest, deze bakken. Omdat we iets moesten. Want gewoon in de grond, dat vonden we vorig jaar te onoverzichtelijk. Dus dit is een stap in de goede richting. Maar je ziet het onkruid ertussen. Dat is niet bij te houden. En nou vind ik het eigenlijk niet erg, want het is allemaal kippenvoer. Dus de muur groeit en kleefkruid en dergelijke. Alles wat ik daar pluk, dat gaat naar de kippies. Dit is op zich prima, maar we hebben weinig ruimte. We hebben niet zoveel kooltjes, we hebben niet zoveel uitjes. En eigenlijk zou ik gewoon één bak met kolen, één bak met uien, één bak met sla en nou noem maar op willen hebben. Dus eigenlijk gewoon veel groter nog. Daar die bak, daar staat het eigenlijk het volste. Er staan aardappels, kolen, selderij, dille en bloemen en tomaat. Nou, die tomaat daarachter, die doet het helemaal niet. Hier in deze bak schiet de sla alweer door. En dat is ook zo. Sla is een plant die heel goed buiten kan. Lijkt een van de sterkste planten, raar genoeg. Kolen ook, maar die gaan gewoon langzamer. Maar aardappels moet je ook niet bedekken. Maar er zijn er wel zat die wel bedekt moeten worden. En aangezien we heel vaak El Niño jaren hebben hier. Is het. Het lijkt meer routiniger te worden dan dat het toeval is. Of één keer in de zoveel jaar. Wat is er, schat? Last van vliegen. Hij kan ook last van wat anders hebben. We hebben een kort groeiseizoen en we willen dat altijd forceren. Daar dat ik het voorplant daar op het balkon. En dan willen we in die beschermde bakken willen we, zo snel mogelijk starten. De boontjes gaan ook niet hard, maar op zich is dat niet erg, want die heb ik in de kast staan. En dan zie je dus ook gewoon het verschil tussen de bonenplanten buiten, die hier in het hoogland toch wel te verduren krijgen.
En de bonenplanten hier binnen. Die het gewoon goed doen. Bijvoorbeeld die. En die daar met al die bloemetjes. Dat is dezelfde plant. Ik heb hier de bloemen eruit gehaald. De Oost-Indische kers. Hier staat nog een klein beetje. Omdat dat ruimtegebrek gaf. Dus ook hier is die weg. En ik heb hier wat plantjes nog uitgeplant. Deze Chinese kolen. Kijk, er wordt er één opgegeten. Dus daar gaat hier wel het een en ander rond. Nou, dat vinden we niet erg. Deze doen het perfect. Die zijn al kolen aan het vormen zelfs. Het staat wat krap. Dat geeft niet. Komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. En de druiven doen het fantastisch. Een aardige serieuze tros in. Kijk. Theatergordijn. Ik weet alleen niet of het verschil uitmaakt dat het dan zo zit. Mijn vinger er doorheen. Kom hier. Een gatje. Moeten we er toch iets mee doen, hè? Dus dan zetten we hem maar hier neer. Kijk, er is even lekker slaapje doen, hè? Ze heeft het lekker naar de zin. Mooi. Dag 2. Kilootje of 5, denk ik. Dat is natuurlijk vuil. Moet eerst schoongemaakt worden. Ja. Als dat zo is, dan zitten we aan een kilootje of 8. Denk ik al. Is niet slecht. Laat even de hondjes uit en dan gaan we naar huis. Gaan we het schoonmaken. Je wordt er zo hondsmoe van. Je moet wat voor over hebben, toch? Voor de vitamintjes van de winter. 5 keer ruim 7 ons. 3,5 kilo. Neigend naar de 4 kilo. Bosbessen. We hebben de meeste kanterellen al opgegeten. En deze ben ik aan het drogen. En uiteraard weer een broodje bakken. Dit hier is nieuwe sla. Allerlei soorten door elkaar.
wordt pluksla. En zo blijven we bezig. Dit gaat de vriezer in. Lekker kersensappie. Alle kersjes zijn alweer geplukt. Uit onze tuin. Nog niet uit de buurt, maar uit onze tuin. Oh ja, nog even een boodschap. YouTube heeft weer een schoning gemaakt voor de abonnementen. Dus kijk alsjeblieft of jullie nog geabonneerd zijn op ons kanaal. Want je hebt kans dat je dan daardoor geen meldingen meer krijgt. Ja. Bij deze, abonneren kun je leren. Zo is dat. Hey. Tot de volgende. Tot de volgende. Doei.